Hey, ik kom net van mijn werk. Jullie gaan deze video morgen zien. Maar ik wou eigenlijk zeggen, van de week heb ik een hele leuke lange weekvlog online gezet. Echt wel leuk. Maar dat deed ik echt om 22:00 of zo. En daardoor heeft bijna niemand hem gezien. Dus kijk je normaal mijn weekvlogs. Dan weet je dat er eentje online staat. Ik zal hem even linken. Oké, doei! Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is eindelijk weer een aflevering van Taste and Try. Wat ik in deze aflevering ga testen is de Proper Corn Peanut Butter en Almond. Dan de Quench fles. Ik heb hem pas gevuld met water en ik heb hier het smaakje mandarijn gember. En ook de Skittles Sweet and Sour. Niet heel gezond, I'm sorry. Dan heb ik nog het Action lipmasker. Die ga ik even los nog een keer testen. En er zo in plakken. En de Fanta Fruit Punch met watermeloen. Vergeet zeker niet om in de comments leuk te gaan reageren en je mening te geven over dingetjes als je al iets kent of wat dan ook. Heb je Taste & Try gemist? Ben je blij dat het terug is? Of ken je het nog niet, maar lijkt het je leuk? Doe even een duimpje omhoog en dan gaan we nu lekker beginnen. Met de popcorn. Deze popcorn heb ik ontdekt. Ik had echt nooit zoete popcorn. Ik wist helemaal niet hoe dat smaakte. En nu heb ik dus ineens de zoet zout popcorn ontdekt. Dit is de gele versie. Het is een beetje een bruin-gelige, maar die is echt felgeel. Helemaal verslaafd aan die. En toen zag ik deze, dacht ik, oké, die moet ik echt gaan testen. Het leuke aan deze popcorn is dat er dus echt alleen popped corn, rapeseed oil, sugar, peanut flour, salt en ground almond in zit. En in die sweet and salty zit dus alleen maar suiker, zout, olie en mais. Terwijl als je gaat kijken naar andere merken, want ik kijk altijd best wel graag op verpakkingen, dan zit er zoveel troep in. Dus dat is wel fijn. En in deze hele zak, even kijken, zit iets van 450 calorieën, ietsjes minder. Oeh. Wow. Proper corn is niet heel sterk van smaak, dus ik was benieuwd. Even laten zien. Dit is wat we nu zien. Ik weet niet of je helemaal scherp zit op de popcorn, maar voor mij zie je het wel. Qua hoe het eruit ziet, qua geur, doet het me een beetje denken ineens aan die, niet die cheese chipjes, maar dan die pindakaasversie, weet je wel? Oké, het zit dus suiker en zout. Dus het is eigenlijk sweet and salty. Maar dan zit er nog ground almond en peanut flour. Het is eigenlijk wel heel lekker. Maar ik proef gewoon inderdaad echt mijn lievelingspopcorn met iets extra's. En dat peanut flour is heel erg droog. Dus het geeft ook meteen een soort van droog poeder. Voel je ook aan je vingers. Ik zou eerder dan gewoon voor mijn gele versie gaan. Want die pinda almond proef ik sowieso niet. Ik vind dat droge poeder niet zo chill. En die pinda geeft niet zo'n toevoeging dat ik denk, ik zou het zeker opeten. Het is hartstikke lekker. Maar ja, hoe leg ik het uit? Het is niet dat wow effect. Want ja, ik proef de pinda. Het voelt alsof er een beetje pinda poeder overheen zit. Inderdaad, het is echt wat het belooft. Maar ik vind het gewoon niet lekkerder dan die ander. Het doet niks met me. Veel te lang. Sorry, maar ik vind het lastig om te zeggen. Hij is gewoon goed. Het is gewoon goed, maar het is niet echt wow. Gewoon goed. Dan heb ik al zin in een drink. Deze heb ik bij, die komt gewoon van Albert Heijn vandaan. Deze komt van de Amazing Oriental in Almere. Ik had er laatst ook een watermeloen ijsje. Die wilde ik ook in Taste and Try doen. Maar die had ik al op Snapchat getest. De Fruit Punch. Dus ik dacht even dat het alleen maar watermeloen was, maar het is dus Fruit Punch. En ik had van Arizona ook laatst zo eentje. Die heb ik getest in Mukbang met Christina. En het smaakt eigenlijk niet naar watermeloen. Dit is hier precies dezelfde geur. Het is in ieder geval helemaal roze, dat is wel leuk. Zal ik het even in een glas doen? Wauw, hashtag chemisch. Oké. Echt deze kleur, love it. Het ruikt niet lekker. Het ruikt extreem chemisch en ik hou absoluut niet van chemisch. Oké, dit is best wel lekker. Zijn er mensen die wel van chemisch houden trouwens, vraag ik me af. Ik vind hem veel lekkerder dan die Arizona die ik had geproefd.
moet wel zeggen, ik drink echt nooit meer frisdrank. Dus zodra ik het drink, is het wel voor mij meteen, oh, lekker zoet. Weet je, want ik vind het wel echt lekker. Ik proef vooral aardbei. Een beetje citroen. En verder eigenlijk, kan ik niet echt een andere vrucht noemen. Maar hij is heel lekker en hij ziet er super leuk uit. Ben jij nou wel gewoon echt een frisdrankdrinker? Zou ik hem echt wel een keertje proberen. Als je van zoet houdt. Oh, ik heb nu echt behoefte aan iets gezonds. De volgende keer ga ik weer wat gezonds proberen. Dan nu de quench. Ik heb hier de mandarijn gember. Dit was in de bonus bij de Albert Heijn vorige week. En toen dacht ik, hey, dat wil ik wel eens een keertje testen. Dit is de fles. En dit is de verpakking. Eens even kijken. Met te gebruiken met de unieke fles. Volgens mij is het normaal 2,50 per stuk. En ik had het voor de helft van de prijs. En die fles is volgens mij normaal 10. En ik had het voor 7,50. Hier is een hele gebruiksaanwijzing. Het is niet zoet, maar het heeft een lichte smaak waar je het water doorheen kunt proeven. En de fles bestaat uit allemaal delen. Ze blijven wel een jaar lang goed. Het is gedroogd. Oké, ik moet het witte erop laten. Dan moet ik de bovenste eraf draaien. Ja. Dan nemen we een hele luxe ingepakte koffiecup. Alleen dan geen koffie. Dat doet me echt denken aan koffie. Zo. Koffiecup systeem. En dan hebben we hier een cupje. En die leggen we, ja, met de foliekant naar boven leggen we die in de fles. Dan hebben we dit. Moeten we zo doen. Hier zit een soort van prikdingetje. Oké, nu zit hij erop. En dan? Oh ja. Oeh, hoorde je dat? Dat is best wel, moet je best wel hard. Oh, ik heb niet genoeg water erin. Hoor. Oké, je moet dus meer water gebruiken. Ik moet natuurlijk wel. Wow. Het lijkt gewoon een beetje op een vitamine bruistablet. Kijk, hier is alles uitgekomen. Het is nu ook al leeg. Even goed schudden. Oké. En dan kan je het laten zitten, maar ik haal hem er even uit. Het klinkt een beetje als frisdrank. Kijk, het is nu je verbrijzelde pet. Zet je het er weer. Oh, het ruikt echt naar een bruistablet. Het is wel best wel weinig, want je kunt er dus maar één keer mee doen. Ik heb net natuurlijk allemaal super zoete dingen lopen drinken. Ja, het smaakt alsof ik zelf een stukje gember en een heel klein uitgeperst mandarijntje in mijn flesje heb gedaan. Dus echt totaal niet boeiend. Maar als je wat meer geld wil besteden aan dingen, want het is natuurlijk best prijzig. Het is 2,50 voor 6. Dan is het wel goed, want het is dus niet ongezond en het geeft je water wel een smaakje. Dus ik vind het ook wel ideaal, want hierdoor zou ik wel makkelijker water drinken. Maar ik moet zeggen, ik doe wel eens gewoon gember in mijn fles en een stukje komkommer. En dat vul ik dan de hele dag door bij. En daar doe ik dan de hele dag mee. Dit is maar één cupje. Maar het smaakt wel echt naar mandarijn en gember. Alleen ik vind het gewoon, ja, dan moet je de hele dag een blad erin gaan doen. Of je mag er voor jezelf maar één per dag, omdat het anders te duur wordt, weet je. Dus ja, maar verder is het ook op zich wel een handige fles. Ook zonder pad. Natuurlijk kan je net zo goed dan een fles van Action gebruiken als je die pads niet gebruikt. Maar ja. Ik zal het echt nog wel gebruiken, maar waarschijnlijk een week als het in de aanbieding is en weer 1 plus 1 gratis is voor die pads. Oké, okay. Dan het laatste wat we gaan proeven en dan, dat is dus ook proberen. Sorry, ik heb niet zoveel try vandaag, maar dat komt alweer. De Skittles Sweet and Sour. Dat zijn deze en deze heb ik gekocht volgens mij tegenover de HVA Weesperplein in de Spar. Daar hebben ze soms Amerikaanse dingetjes. Sour cherry, sweet orange, sweet strawberry, sour blue raspberry en sweet watermelon. Ik hou van watermelon. Nee, Bobby. Bobby. Dan krijg je buikpijn. Hey, dit zijn ze. Echt een vet mooie roze kleur. Dit was sweet, volgens mij. Oh, nee, zuur. Zuur? Nee, sweet strawberry. Weet je waarom, maar is lekker dan normale Skittle.
Kan ook zo zijn omdat het er gewoon zo leuk uitziet. Rood. Lekker. Maar... oh, dat is zuur. Absoluut niet. Oeh, lekker. Die kers. Oh ja, een beetje zuur. Oh, als je gewoon houdt van zuur. Zoals ik. Ik vind zuur heel lekker. Maar niet dat extreem, maar gewoon een beetje. En dan is het super lekker. Die rooi smaakt echt precies wat je verwacht van kersensmaak. Nu waterbloem. Oh. Lekkere Skittles. Ja. Je moet echt weer doorkouwen. Heel licht naar watermeloenkauwgom. Normaal is het wel wat sterker. En na Skittles zit ik altijd met die suiker in mijn mond. En denk ik, wat moet ik erbij? Oké, blauw. En naar brood. Oeh. Raspberry. Ja, nu. Nee, die vind ik niet zo lekker. En nog oranje. Oranje vind ik nooit lekker. Ik hou niet van sinaasappel. Snoepjes. Nee. Het is ook niet zuur. Nee, dat is gewoon echt de normale. Ik ben het niet zo van snoep, maar als ik Skittles zou willen kopen, is dit wel echt mijn lievelingszakje. Ik mis alleen die paarse. Die paarse vind ik altijd lekker bij die normale. Kleur de tong. Die roze is lekker. Die rode is echt heel lekker. Oké. Ruben houdt heel erg van Skittles, dus ik ga ze voor hem bewaren. Die rode doet me denken aan vroeger als je een kersenlippenbalsem had of zo. Echt zo. Heel lekker. Oké, dan het lipmasker. Die ga ik zo eventjes voor je testen. Want het duurt 10 tot 20 minuten en ik ga niet hier zo lang nu wachten. Dus dat doe ik straks en dan plak ik voor jullie dat erin. Dus daar gaan jullie naar kijken. Oké, het lipmasker. Zorgt voor gehydrateerde, zachte en vollere lippen. Oh, voller ook. Haal het masker uit de verpakking en plaats deze op schone lippen. Druk deze aan voor goed contact met de huid. Verwijder het na 15 tot 20 minuten en masseer vervolgens met het resterende serum in de lippen. Ik ben altijd benieuwd of dit nou anders is dan een gewoon gezichtsmasker. Maar ze zeggen ook vollere lippen, dus er zal wel iets van mint of zo in zitten. Ik heb net mijn lip schoongemaakt. Ik had er alleen weer een beetje, hoe heet het? Lippenbalsem opgedaan, maar dat is nu al weg. Wel jammer dat het niet een roze maskertje is. Huh? Oh, het zit echt doordrenkt in serum. In een dichte verpakking. Nou, dat is al wel een pluspunt. Kijk. Oké, leuk. Oeh, oké. Heel netjes, echt met twee laagjes. En nu ook van hoe grote lippen moet je hebben. Er zit niet heel veel serum op hoor. Er zit echt geen serum op. Nou, oké, nu gaan we niet meer praten. Doei. Doei. Oké. Oeh, mijn lippen. Oké, plumping sowieso echt niet. Wat ik heel gek vind is, ik ken echt niemand die zulke lippen heeft, toch? Nee. Het is zo groot, dus het komt ook hier. En het tintelt een beetje, dat zou waarschijnlijk dat plumping moeten zijn. Er zit niet heel veel serum op. Het is nu, zeg maar, ik kan er wel overheen wrijven, dus het is niet droog. Maar ik heb helemaal niet dat ik nu serum in mijn lippen kan gaan masseren, wat ik wel vaak heb bij van de sheet mask. Hieronder voelt het echt niet, dit voelt niet prettig, omdat hier dus een soort van, ja, dat tinkling. Ik kan er best goed tegen zo'n munt effect of een beetje plumping. Dat beetje brandende gevoel kan ik heel goed hebben. Maar zelfs ik vond het hier vervelend. Dus dan zou je hem bijna moeten bijknippen. Als ik zo... doe, voelt het heel zacht. Zo niet, dan voelt het heel droog door dat spul. Ik vind het niet fijn voelen. Ik denk nu niet, wow. Mijn lippen zijn gehydrateerd. Ik wil juist een crème hier smeren, want het droog voelt. Ik wil een lippenbalsem aanbrengen, het voelt droog. Ze zijn niet dikker. Ik vond het ook niet heel leuk om het te doen. Dus voor mij is dit eigenlijk gewoon een... nee, ik zou hem niet halen. Haal je hem wel, ben je een euro kwijt. Maakt ook niet heel veel uit. Vond jij hem wel fijn, dan laat even weten. En waarom ook. Maar ik vind hem echt niet bijzonder. Dus ja, terug naar Charlotte in de studio. Oké, het Action lipmasker dus voor een euro. Ik ben benieuwd hoe die was. Het zal vast wel iets goeds hebben gedaan, denk ik. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden.
Ik ben altijd achteraf bang van, oh, het waren niet bijzonder genoeg dingen en ik had niet genoeg tries. Maar laat gewoon even weten wat je wilt dat ik ga testen. Want ik ben nu ook fulltime aan het werk, dus ik ben niet meer heel veel bezig met wat zijn de nieuwste dingen. Dus het is nu meer dat ik er echt tegenaan moet lopen. En ja, ik moet weer een beetje inkomen met Taste & Try. Dus wil je nog een aflevering zien, doe even een duimpje omhoog. Of vond je deze leuk, doe het dan ook even. Was je nieuw en wil je meer van mij zien, vergeet dan niet te abonneren. En laat dus zeker even achter wat je ervan vond en wat je de volgende keer zou willen zien. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgend weekend. Doei!